Vinden jullie trouwens muziek, onderwijs zoals het vandaag gegeven wordt, niet te elitair? Te theoretisch? Want iedereen is muzikaal, dus muzikaliteit zit in ons. Wordt dat niet, misschien niet geremd door het... Ik weet nog dat ik langs de muziekschool langskwam en ik zag door het raam een hele klasse zo doen. En ik dacht, nee, niet voor mij. Wat zeer eigenaardig is in ons muzieksysteem, en we zouden dat kunnen vergelijken met spraak. We leren onze baby's toch ook niet eerst een boek lezen vooraleer dat ze mogen spreken. Wel, in de muziekschool moet je eerst noten lezen vooraleer dat je muziek mocht spelen. Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop zetten. Men moet gewoon de kinderen muziek laten spelen en dan achteraf noten laten lezen. Ja. Daar komen veel problemen vandaan, want er zijn veel kinderen die afhaken. Die zeer enthousiast aan muziek beginnen, maar ja, ze moeten eerst een boek kunnen lezen voordat ze kunnen spreken. Ja. Dat gaat niet. Dus dat is een systeem dat moet veranderen en liefst zo snel mogelijk. Ja. Kunnen jullie daar met bepaalde toepassingen iets aan veranderen? We hebben onder andere onze Music Paint Machine. Dat is een systeem dat dus als gespeeld, dat de klank toont op een scherm. En je kunt daarmee interageren. Je staat ook op een mat en je kunt bewegingen leren die dan de kleurtjes veranderen. Dus het is een manier om te leren met geluid omgaan op een reflexieve manier, dat je ook beseft eigenlijk wat je doet, dat je ziet wat er gebeurt als je speelt, waar je op een interactieve manier kunt muziek leren, zonder dat je eerst de noten moet lezen. Want ja, die noten lezen, dat is wel iets dat op den duur vanzelf erbij komt ook. Ja, en je moet ook, we zitten heel erg in onze eigen wereld te kijken, hè? Dit is West-Europa. Als je naar... Ik ben een aantal jaar geleden vaak naar Brazilië geweest. Daar is dat helemaal niet aan de hand. Daar is muziek heel normaal. En iedereen maakt muziek. Zo goed als iedereen. Op een feestje gaat de gitaar rond. En de ene kan niet spelen, de andere een beetje beter. Maar dat is niet aan de orde. Iedereen kent het hele repertoire van het populaire Braziliaanse lied. Dus daar is muziek veel gewoner. Je ziet jongetjes tamboerijn spelen. En waar je helemaal duizelig van wordt. Het is gewoon veel normaler. Wij hebben muziek bijzonder gemaakt in het Westen, en met name in Nederland en België misschien ook wel. Dat is iets dat moet je eerst heel lang studeren, thuis, vooral niemand laten horen. En dan op het podium mag je het laten horen. Maar op een feestje, als je op een feestje aan iemand vraagt van zing eens een liedje, krijgt iedereen meteen zo'n boei. En in Brazilië meteen, ja natuurlijk, blablabla, liedje dit. Dus het is ook heel cultureel bepaald dat we muziek ook weer daar heel bijzonder gemaakt hebben. Maar dat over de hele wereld zie je dat dat helemaal niet het geval is. Muziek is overal in het sociale leven. Ja. We hebben onze lichamelijkheid verloren in de muziek. We benaderen dat veel te cerebraal. En het toppunt daarvan is dus eerst noten lezen en dan muziek spelen. Ja.